Yo beste kijkers van Te Vroeg Vraag, super tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Druk maar zo eventjes op het duimpje omhoog. We gaan voor de 3000 likes. Abonneer op ons kanaal. Laten we gaan kijken naar de funny moments van Spark TV. Thank you very much. Alright. Hij is een spectator naar iemand. Hij is coyote killer aan het spectaten inderdaad. Yo. Zijn quality is wel slecht. Oh, nu is hij goed. Ik weet niet eens wat daar gebeurde. Pas op. Ja, ik wist het. Oh, wow. Yep. Hij is ook doodgemaakt door iemand. Huh? Hoe dan? Nou, maar niet. Dat was een beetje raar. What the fuck? Hij heeft zichzelf opgeblazen. Ja, leek het wel op, hè? Met Nate. Pas op! Dat en... Oh, daar! Oh, yo, yo! Dat was sowieso worth it. Wat doe je nou? Oh, dat kan natuurlijk. Huh? Oh, wauw. Hoe dan? Dat vind ik ook knap. Dat vind ik... Oh, ze gaan allemaal de T-pose om hem heen doen. Oh. En oh, hij died! Oh, is dat een magische kracht of zo? Hij gaat dood door de T-pose. Oh, deze glitch. Dat die nog niet gefixt is. Oh, deze glitch inderdaad. Maar ik vraag me af of die andere dan ook erop vast stond. Hij is geen harvesting tool. Hallo? Wat ben je aan het doen? Hij lagt helemaal uit. Pas op, je valt. Hij wel 22 ping. Wow, die gast heeft een mooie kapsel. What the fuck? Oh, hij gaat dood door een... Ja, dat is inderdaad... Wauw, en die gast zei ook dat hij dat niet moest doen. Dat is de grap. Oeh, 6. Wat? Inderdaad, precies zo'n gezicht zal ik ook trekken. Zo van, what the fuck? Ik pak nooit. Ja, dat is echt een beetje raar, inderdaad. En daarna lachen, inderdaad, hoe slecht de game is. Nou, dat valt wel mee hoe slecht de game is. Nee, maar dan zeg je dat, weet je wel, omdat je race. Ja, tuurlijk. Jump up! Oh, en dan weer erop, en nu een wapen zoeken snel. Je ziet helemaal niks op dit grote ding. Ja, ik koop die dingen ook tegenwoordig niet meer. Nee, want ja. Heb je toen nog die Ice Dragon gekocht? Nee. Ah, oké. Okay. Helaas niet. Helaas niet? Hoezo? Ja, ik weet niet. Is dat juist beter? Kopen. Oh, wow, good job. Oeh. Want je ziet helemaal niks als je zo'n dingen... Yep. Kijk, ik heb ook die Dragon en zo, leuk, maar je ziet niks. Wat is hij dan? Maakt hij nou een 360 om dat ding te plaatsen? Ja, ik snap niet helemaal... Ik snap ook niet wat daar gebeurde. Hoe is hij dood? Oh, yo. Wait, what? Hij snapt er ook helemaal niks van. Oh, je snapt er inderdaad niks van. Kijk, waarom heb ik net die van die... Dit is playground. Oh, I ride nu die rocket, of niet? Oh, wauw. Oké. Okay. Dat is inderdaad behoorlijk knap. Wat is dit dan? De hel. Wow, het hele minuutje glitcht. Hij zit voor de helft in de lobby en voor de helft niet. Miljard heet deze dude. Weet je, ik dacht dat hij miljoen of zo heette. Maar ja, mensen miljard. Zien dat niet als kent het ervoor. Oh, hij viel gewoon dood. Weird shit. Wat is dit dan? Laser! Oh shit! Is dat dit is een mega laser. What the fuck is dat? Misschien dat hij wel de typo's. Ja, weet je wel? Wat je net bij hem deed. Oh, wat? Waar is de impact van de rocket überhaupt? Waar is de rocket? Oh! Oh! There we go! Alleen Tim de Tatman kan dat hebben. Ja. Oh, good job! Wat was dat dan? Deze guy. Zijn ping is gewoon goed. Ja, dat is een grap. Maar hij zou daar niet dood moeten vallen. No. Dit zou niet wel kunnen. Dit is echt de meest weirde shit. Dit is echt heel raar. Ik kan alleen inderdaad bij hem proberen. Boom. Nice. Wow. Dat is altijd fijn. Pas op. Oh, ik dacht, hij gaat misschien wel in een trap staan straks. Had me niks verbaasd, laat ik zo zeggen. En dood. Oh my god. Ja, dat heb je toch echt zelf gedaan, good vriend. Good job, mate. Good job. Hij heeft in ieder geval nog een maatje die hem kan reviven. Nou, kill hem maar. Hey, hij vliegt omhoog. Oh, laat maar. Hij kan hem toch killen als het goed is? Ja, dat kan. Die denk ik wel. Oh, dat zijn DJ's. Hallo. Deze skin is ook rare trouwens. Oh, wow. Kijk dan. Zit gewoon iemand onder hem te dansen. Oh, wow. Voor die challenge. Die heeft het niet door. Heeft hij het nou niet door? Wow. Oh, okay. Ze hebben het legit niet door. Ja, is inderdaad een goede clip. Dat kan je niks van zeggen. Oh, wow. Maar die skins zijn rare volgens mij, man. Deze skins zijn heel erg rare. Heel erg rare. Heel weinig mensen hebben die. Die wil ik ook nog eens heel doen? Graag. Oh, hij gaat hetzelfde proberen. Ja, volgens mij ook. En hoppa! Oh, en ik kan straks vliegen. Dit is echt een hele goede manier. Jeez, dit is echt gewoon perfect. Over. Moet kijken hoe hoog hij zit. Oh, wat? Damn, het moet boven de bouwlimit zijn. Helemaal naar de andere kant dat van de man. Dat moest boven de bouwlimit zijn. Maar dat was echt volgens mij dubbel keer zelfs boven de bouwlimit. Nice. Snijpertje, let's go. Goodbye. Oeh. Goodbye, hey, pas op. Okay. Ja, oké. Okay. Kijk dit dan, dit glitcht ook weer.
Wil je een accountje hebben, jongen? What the fuck? Find my account, create een nieuw account. Hij zit wel in een menu, maar ook weer niet. Wow, deze gast was invisible. Dat was echt flink invisible, ja. Zo. So. Hey, John Wick, of niet? John Wick was aan het dansen of zo? Oh, je hebt hem net en dan valt hij uit de lucht. Ja, dan valt hij heel langzaam uit de lucht, volgens mij. En kill hem maar. Hey. Okay. Oh. Oh, there we go. Boop. Hoppakee. Hi. Nou, gezellig. Oh, shit. Burst, jongen. Hij gaat hem er doorheen killen. Hij gaat het doen, ja! Jezus, dat... Oké, okay, hacker. Dat is een gleufje, jezus, man. Fuck? Zit het glitchje? Ja, nee, dat is niet echt een glitch. Nou ja. Daar kan je inkomen met zijn Shadowstone. Ja, ja, dit is glitch, niet helemaal legit, nee, wat hij nu doet. Maar dat is mobiel, denk ik. Dit wel. Dit is ook mooi. Een mooie texture glitch. Dit is mooi. Oh, dat hebben we volgens mij eerder gezien. Ja, maar dit is wel heel extreem. Dit is wel de extreme versie ervan, inderdaad. Ja. Oh, shit. Oh, damn, hij kon het doen. Oh! En hij ging zelf dood. Get fucking wrecked, mate. Yo! Wee! Rustig gaan. Kijk hoe snel die ook gaat. Hij gaat echt mokken hard. Hij gaat zo de zon in. Doei. Dat was echt wel vaag. Oké. Okay. Weird shit. Het is een 3v2. Wat gaan ze doen? Was dat voor een trap? Trap je. Oh nee! Wow. Wow. Ik dacht, waarom is dit zo smooth in slow-mo? Ja. Yeah. Ah, dat is dus de reden. Yo! Hey, rocket ride hem! Nee, toch? Even kijken wat daar. Ja, oh wow. Shit, hij werd weggelaunched. Oh my god. Hij rocket ride hem deels. Hoe zit hij? En ik kreeg geen damage. Oh, dat was nog in seizoen 5 waar je die krachtvelden hebt. Oh, dat was. Oké, okay. Heel oude clip. Ja. Dat is dus de reden. Fucker mooi. Oh my god. Oh, jezus, de school trooper. Let's. Oh. Zou jij tot 300 keer kunnen schieten? Nou, ik snap wel waarom je nou, wacht. Ja, je maar... wil eventjes sowieso zekerheid hebben. Hallo? Ja. Oh, hij kon hem niet plaatsen of zo. Hij kon hem gewoon niet plaatsen. Hier weer niet. Kijk dan, heel tappen dan op zijn muis. Nope, that ain't working. Zijn ping is goed. Ja. Misschien, plaats hem eens op de muur dan. Kijk of dat wel werkt. Nee, het kan gewoon niet. Hij kan hem gewoon niet meer plaatsen. Oh, daarom. Oh, zijn aard was gebukt. Ja, of zoiets. Ja. Ja, maar dan zou je wel moeten kunnen plaatsen, dan. Ja, raar. Weird as fuck. Oh, voor mij zijn het te snelle clips. Ik kan het horen aan het liedje. Ja, ja, ja. Dit is ook Spark TV, dus... Yep. Oh, nice. Oh, die is mis. Oh, watch out. Maar hij heeft hem. Hij heeft ze. Oké, okay. Good job. Ja, er komt wel nog eentje achteraan, denk ik. Dat ja, denk er komen ik. Hier zijn vriendjes komen natuurlijk aan. Wow! Hoppa! Dat is echt wel dik. Oh, gelukkig hoor. 8 HP over. Zo! Nice. Nice. Bam. Easy kill. Hey, ook easy kill. Jezus. Ja joh. Oh, deze afstand though. Die afstanden, jongen. Die zag je gewoon niet meer. Er staat echt nergens op. Dat is echt op het eiland. Boe. Ja. Headshot. Nice. Nice. Headshot kun je gewoon niks meer tegen doen. Het is gewoon 400 damage afgelopen. En terecht. Ja, inderdaad. En... sowieso. Oh, jammer dat hij niet raak was. Wanneer je schiet met die heavy sniper, denk ik ook altijd. Ja, als je upper body schiet, moet het gewoon in één keer dood zijn. Yep. Hij is meestal ook wel. Oh, nee, het doet meestal 150, 160. Ja, oké. Okay. Zoiets. Zo, hij kan even iedereen killen daar. Ja, maar die mensen waren ook echt mogen slecht. Ja. Nice, DJ. Speelden waarschijnlijk allemaal zonder geluid. Oh, what up, bitch? What the hell? Oh! Oh, wow, dat is de ik dacht dat die... Ja, ik dacht eerst van, oké, gaat het maatje zijn maatje killen of zo? Of, nee, dat kan eigenlijk niet, maar... Oh, dit is disco. Zo chaos, jongen. Ja, inderdaad. Hier kun je echt heel veel kills pakken. Natuurlijk mooi als je ze op die manier pakt. Is wel leuk deze. Om te trainen. Ja, inderdaad. Zo. Dat was een mooie headshot. Oh my gosh. Nice. Ik land die steeds vaker. Ik vind het best leuk lazy landen. Lazy is inderdaad wel een goede plek. Ik vind plek, het best wel overzichtelijk. Net genoeg ruimte tussen alle buildings. Lekker overzichtelijk. Ja. Je wordt niet snel verrast. Dan heb ik in sommige andere plekken is dat wel anders. Tilted Towers. Oh, what up, bitch. Lekker hoor. Nog eentje. Oh, snel reload inderdaad, want je speelt met dit wapen. Overnemen? Oh, hij nam me niet over. Zonde. Ja, overnemen is soms helemaal niet goed. Oh, ik doe dat best vaak hoor. Ik probeer dat steeds vaker te doen. Dat overnemen van een ding. Dan kan je zelf een dingetje in editen. Dan heb je verrassers ermee. Lekker. Het zijn lekkere. Het zijn en blijven lekkere kills. Je kan ze 100.000 keer bekijken waar ze zijn en blijven heerlijk. Ja. Oh man. Het zijn continu weer net iets andere kills. Mm-hmm. Nice. Maar deze gast speelt op de meest rare settings ever, jongen. Met zijn sensitivity van zijn controller.
Nice, lekker. Ja, die stond stil. In principe niet heel bijzonder. Ja, was heel snel ingescoopt en heel snel geschoten. Weinig tijd om te corrigeren. En deze ook nog. Oh, hij dodged de bullet. Anders was hij sowieso raar. Anders is hij dood geweest, ja. Hij gaat er nog eentje killen, je let op. Die gozer met zijn sniper. Kijk, een piek, heel sneaky. Ja, dat is een vieze piek is dat, jongen. Moet je sneller zijn, man. Nice. Hoppa, hetzelfde geldt voor die. Nou, even een dansje, doe maar dansje. Ik wil bedanken voor het kijken naar deze Fortnite funny moments. Vond je hem nou super top? Drop dan even een like. Klik op de video's hieronder. Abonneer sowieso ook eventjes met dat belletje aan. En dan zal ik zeggen, tot de volgende keer en peace out. Peace.